Welkom bij Gemeente Nieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Zomeren. In deze aflevering aandacht voor de bevrijdingsfeesten in Zomeren. Op 20 september is het 75 jaar geleden dat Zomeren werd bevrijd. De gemeente Zomeren heeft september uitgeroepen tot feestmaand 75 jaar bevrijding. Burgemeester, het vieren van de bevrijding is nog steeds hard nodig. Bevrijding is inderdaad iets wat we elke dag nog beleven. En zeker onze generatie, mijn generatie. Ja, ik vind het heel belangrijk dat we terugdenken aan die mensen die in het verleden voor ons gestreden hebben. Omdat we kunnen leven zoals we nu leven. En nu is het 75 jaar. En gezien de wereld, gezien wat er gebeurt. Hoe we in Nederland en in de wereld soms toch elkaar wat minder begrijpen. Denk ik dat het heel belangrijk is dat we in Zomeren op een goede manier met elkaar vieren dat we 75 jaar bevrijd zijn. Zoals we ook in mei altijd herdenken dat er mensen voor gesneuveld zijn. Burgemeester, mei is maar één dag. Nu gaan we een hele maand vieren. Ja, wij dachten zo'n mooi feest, 75 jaar. We hebben diverse evenementen bedacht. Die passen allemaal niet op één dag, die passen niet in één weekend. Dus we willen door de hele maand heen op verschillende plekken aandacht schenken voor jong, voor oud, met muziek, met herdenken, met bijvoorbeeld onder andere ook een prachtige opening van het Weermachthuisje. Ja, we willen door de hele maand heen activiteiten hebben, zodat iedereen de gelegenheid heeft om het mee te maken. Ja, ook bovenlokaal. Ja, we hebben Death Valley de Peel, een groot project wat uiteindelijk geïnitieerd is vanuit zal maar zeggen, het museum Klok en Peel in Asten. Maar wat uiteindelijk een heel breed programma geeft in september, maar ook nog wel ruim daarvoor en daarna. Met allerlei activiteiten die in de hele Peel in alle gemeenten georganiseerd worden. Death Valley de Peel, dat is het grote project waar alle activiteiten onder gehangen worden. Daar is ook een speciale website voor waarop alles is te lezen. Ook Zomeren doet daar aan mee. En ja, ik denk dat dat heel goed is, omdat toch de Peel, daar is in de oorlog toch heel veel gebeurd. En ik vind het eigenlijk prachtig om in de maand van de bevrijding uit te beelden en met elkaar dat te vieren, hoe belangrijk het is dat we als Peel bevrijd zijn en wat dat allemaal heeft betekend. Burgemeester, de viering van de 75 jaar bevrijding is voor Jan allemaal voor iedereen. Dat is wel de bedoeling. Dat straalt het ook uit. We willen voor jong, voor oud, diverse kernen. Het is een maand, we beginnen eigenlijk de herdenking in Lierop met een bijeenkomst in de Koepelkerk op 7 september. Aansluitend gaan we naar het Frank Doucet monument om daar ook nog een plechtigheid met elkaar te beleven. De week erna dan komt het concert, het bevrijdingsconcert. Nou, daar komt later ook nog meer informatie over. Het weekend daarop, allereerst komt het bevrijdingsvuur naar Zomeren. Dat is onderdeel van een tocht door de hele Peel. Dat zal op 19 september zijn, zodat tijdens de dag van de bevrijding, 20 september, dat vuur ook in Zomeren brandt. 20 september gaan we ook naar Zomerheide, want dan wordt het Weermachtshuisje officieel geopend, gevolgd door een open dag, de dag erna. En door de maand heen kunnen we ook met z'n allen fietsen. Dat kunnen we eigenlijk nu al. Er is een nieuwe fietstocht gemaakt langs de diverse monumenten, door Zomeren natuurlijk. En in het gemeentehuis zal een kunstwerk, een stilleven te zien zijn over de gebeurtenissen rondom Marietje Kooistra. De exacte datum waarop dat onthuld wordt, dat maken we nog bekend via de website www.zomeren.nl en www.deathvalleydepeel.nl. Dus ja, wij denken dat het een palet is aan activiteiten wat door de hele maand heen ook nog voor alle schoolkinderen wat biedt. En dat is aan de scholen zelf wanneer ze dat programma draaien. Ben van Bussel van de stichting 825 Lierop. Jullie organiseren zeg maar de bevrijding van Lierop. Ja. Hoe is dat bij jullie ontstaan? Ja, het is 75 jaar bevrijding. En dat betekent 75 jaar na september 44. Lierop 825 is ontstaan in 1980, toen Lierop 825 jaar bestond. En in 1974 is het Frank Doucet monument ontstaan in de Frank Doucetstraat. Dat Frank Doucet monument was eigenlijk de zerk die op het kerkhof stond. En die is door de bewoners van de Frank Doucetstraat in 1974 mee overgeplaatst en een monument geworden. En dat is eigenlijk de verpersoonlijking van wat er in de oorlog allemaal gebeurde. Hier in de omgeving, maar vooral in Lierop. Maar zaterdag 7 september is de herdenking hier in Lierop. Die begint met een viering in de kerk. Ja, eigenlijk de hele week, hè, de eerste week van september. Dat komt ook omdat het Lierop kermis is. Wij moeten altijd een beetje worstelen met het weekend van Lierop kermis. In de week voorafgaande, 7 september, zijn er de activiteiten met de basisschool. We hebben daar een PowerPoint presentatie over mensen en gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Lierop.
We gaan in het dorp wandelen, want ook hier stikt het van de monumentjes. Als je hier staat, waar veel over te vertellen is. En wat ook vaak met de oorlog te maken heeft. Op donderdag 5 september gaan we met Gerard Geboers met de kinderen naar het Onderdijkerskamp. En dan hebben we om 12 uur de kinderherdenking. En dan de grote herdenking vindt dan plaats op zaterdag 7 september. We beginnen dan om 6:30 hierachter in de Koepelkerk. Met een speciale dienst waar mannenkoor a cappella de diensten verleent. De gildes die hier, we hier in Lieroprijk zijn. En we hebben alle medewerking van de grote parochie Sint Franciscus en Jan Zwers. Onze pastoor gaat in de dienst voor en mannenkoor a cappella zingt. Burgemeester Delia Blok, op zaterdag 14 september is hier een heel bijzonder concert. Dat is het bevrijdingsconcert van Zomeren. Een uitwisselingsconcert waar Zomerens Lust een bijdrage aan zal leveren. En wat ik heel erg leuk vind, is dat ook muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht, mijn vorige gemeente uit de Krimpenerwaard, dat die ook komen voor een deel van dat concert. En de afsluiting, een grote big fun band, showband met muzikanten uit de hele gemeente. De fanfare uit Krimpenerwaard, daar had ik wel een beetje verwacht. Hoe zit u achter of niet? Ja, dat is de muziekvereniging uit mijn vorige gemeente. Van voor de herindeling, de gemeente Bergambacht, muziekvereniging Excelsior. Ja, daar was ik als wethouder van onder andere cultuur 10 jaar lang zeer nauw bij mee verbonden. Geen concert eigenlijk gemist. En vorig jaar werd ik uitgenodigd om daar het bevrijdingsconcert mee te maken. En toen is stiekem bij mij de gedachte ontstaan. Wat zou het leuk zijn als zo'nzelfde bevrijdingsconcert in Zomeren in september 2019, als dat hier georganiseerd zou worden. Dus toen heb ik de lijntjes uitgezet en zij willen graag kennis maken met Zomeren. Waarom vandaag hier in Bergambacht bij het luisteren van het prachtige muziek van Excelsior? Nou ja, ik zie het een beetje als warming up naar het concert op 14 september in Zomeren. Wat ja, het bevrijdingsconcert. En dan komt Excelsior naar mijn Zomeren voor een bijdrage aan dat concert. Dus het is een beetje warming up. Dus ik dacht, hier moet ik zijn. Die wil al een keer komen? Sinds mijn voordracht september 2017 zeiden ze wel van Dilia, ja, waar jij gaat, daar willen wij ook minstens één keer onze muziek laten horen. Ja, gewoon ook leuk om ja, mij een stukje te volgen. Dus dat stond steeds al in de planning, maar het kwam er nog niet van met de verschillende verenigingen. Dus het is misschien ook niet iets eenmaligs, want nu komt de fanfare. Maar ze hebben ook een prachtig mooie percussieband, dus misschien dat er nog eens een tweede optreden komt. En ik vind het prachtig om zo de verbinding te leggen. En ik vind dat passen bij bevrijding. De verbinding tussen mensen, tussen delen van het land, tussen twee gemeenten. Ja, en ik heb een lijntje van Zomeren met de Krimpenerwaard, met Bergambacht. Dus ja, het komt prachtig bij elkaar in september wat mij betreft. Marcel Sanders, slagwerker bij muziekvereniging Zomers Lust. Je staat hier in een andere hoedanigheid. Klopt. Ja, ik sta hier namens de Harmoniecommissie aan het bevrijdingsconcert. Wat wij zaterdag 14 september hier in de Ruchten in Zomeren gaan organiseren. In samenspraak met de gemeente en Excelsior uit Bergambacht. Ja, dat is bevrijding van Zomeren. Dan verwacht ik ook bevrijdingsmuziek? Of, Ja, dat klopt. Ja, we hebben in ons eigen deel muziekvereniging Zomeren Lust al starten met het programma. Wij zullen onder andere ook bevrijdingsmedleyën spelen, een arrangement van de Marinierskapel. Daarna zullen we ook nog muziek uit de oorlogstijd spelen, filmmuziek. Miller? Nee, die zit er helaas niet bij. Miller zit er niet bij? Nee. Hoort daar zo? Ja, er zit wel nog een stukje Vera Lynn in de medley. En doe zusters, ik noem maar wat. Daar gaan we na het concert, zullen wij een afterparty verzorgen hier in de foyer van de Ruchten. Die wordt verzorgd door de Jazz Academy.
en een aanvulling vanuit Groot Zomeren. En daar proberen we wel het geluid van de knisperende radio, de Andrew Sisters en dat gevoel neer te zetten. Dan kan er best gedanst worden. Dan kan er ook zeker gedanst worden. Met oranje strikken in de haren, of niet? Ja, ja, en mooie vlaggetjes kunnen de mensen mee zwaaien. Ja, dat is de bedoeling van het bevrijdingsconcert? Wie weet, we zullen nog wat aankleding verzorgen. Maar dat zijn wel dingen die daarbij horen, inderdaad. De vlaggetjes en rood, wit, blauw en oranje. Weet je ook wat Excelsior gaat spelen? Ja, die gaan ook een programma van 40 minuten vervullen. Zullen we wat een stuk marsmuziek, wat ook weer natuurlijk bij een stukje oorlog hoort en bevrijding. En zullen dat aanvullen met klassieke muziek. En zij zullen het tweede deel van het programma verzorgen. Ik ga ervan uit, Marcel, dat er voorverkoop is. Nee, het is geen voorverkoop. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zomeren. En ook door de beide verenigingen. En het concert is gratis toegankelijk. Het zal beginnen om 8 uur hier in de Rugte in Zomeren op zaterdag 14 september. Is het een zittend of een staand concert? Nee, het is een zittend. Dus de tribune is helemaal uitgestald in de Rugte. Dus je moet gewoon op tijd komen? Dus je moet op tijd komen. Dus we zullen hartstikke blij zijn als alle plaatsen bezet zijn. Dus maar ja, in ieder geval, ben er op tijd bij, dan heb je altijd een plekje. Burgemeester Didier Blok. We gaan praten over de fakkeltocht. Wat moet ik daaronder verstaan? Fakkeltocht, het bevrijdingsvuur. Wat in Nederland de traditie is dat op 5 mei in Wageningen wordt opgehaald. Nou, wij vieren de bevrijding in september. We willen toch het vuur, het bevrijdingsvuur symboliseert toch waar we in Nederland, ja, waar we nu zijn en wat we mogen vieren. Dus het bevrijdingsvuur dat zal opgehaald worden in Eindhoven. Dan gaat Jaspersport voor ons dat vuur door de diverse peelgemeenten lopen en brengen. We beginnen in Asten en na Asten komen de lopers naar Zomeren om ook hier het bevrijdingsvuur te ontsteken. Zodat op de dag van de bevrijding, 20 september, ook in Zomeren symbolisch dat bevrijdingsvuur brandt. Ze lopen in estafette? Ze lopen in estafette. Dus ze gaan de verschillende dorpen langs en de lopers dragen het ook aan elkaar over. Ja, het symboliseert toch het delen van het vuur en het vuur van de bevrijding. En ja, de lopers dragen dat ook aan elkaar over. Het verbindt mensen, het verbindt de dorpen in de Peel. Het verbindt ons met de vrijheid en dat symboliseert het. En daar doen wij als Zomeren van harte aan mee. Het vuur krijgt weer een mooie plek in Zomeren. Het vuur gaat een hele mooie plek krijgen. Ik onthul het nu nog niet waar het is. Maar het wordt een bijzondere plek. Niet op de plek waar we nu hier staan. En waarom brandt hij dan? De bedoeling is dat we dat zeker het weekend van de bevrijding laten branden. Want 20 september is Zomeren, 21 september is Lierop. Nou, dat weekend zal het in ieder geval zal het branden. Zodat we het allemaal kunnen beleven. En herinnerd worden aan hoe belangrijk het is dat we daaraan denken dat we leven zoals we leven. Geert van Donschot, in november 2017 begonnen jullie met de stichting Weermachtshuisje Zomeren Heide. We zijn nu 2 jaar verder. Het gaat gebeuren. Ja, het gaat inderdaad gebeuren. De vorderingen die gaan goed. Het huisje op zich is bijna klaar. We zijn met de afwerking bezig. En ja, we zitten aan de voorbereidingen voor de opening en de open dag in september. Wanneer is de opening? De opening is op vrijdag 20 september. Dat is de dag dat Zomeren 75 jaar bevrijd is. En de open dag is de dag erna, op zaterdag 21 september. De opening is voor iedereen of alleen voor genodigden? Nee, de opening is, alleen voor genodigden. Voor sponsors, vrijwilligers, mensen die erbij gedragen hebben. Defensie komt waarschijnlijk ook. En de open dag, de 21ste, die is voor iedereen. Ja, nou, wanneer begint die open dag? Hoe laat? Die begint om 11 uur, op zaterdag om 11 uur tot 5 uur in de middag. Ja, en wat kunnen de mensen allemaal zien? Natuurlijk het Weermachtshuisje. Dat is dan klaar met inrichting zoals het destijds was. Maar ook vitrinekastjes met spulletjes die we gevonden hebben, die ons aangeleverd zijn. Informatie over wat er toen in de Tweede Wereldoorlog zich afgespeeld heeft hier. Eigenlijk van alles te zien over de Kamhuberlinie, over het zoeklicht, gecrashte vliegtuigen in de omgeving. Allemaal informatie die hier te zien is in het Weermachthuisje.
Toon Bennebroek, in het kader van de bevrijdingsfeesten van Zomeren is er een fietsroute ontwikkeld. Bevrijdingsroute Zomeren. Het is een fietstocht die is in het kader van alle Dead Valley activiteiten, de Peel, is die samengesteld. We hebben daarvoor vanuit onze stichting Zomer natuurlijk, VVV Zomeren, hebben we samenwerking gezocht. Want wij hadden ook zo'n plannetje. Nou, plannetjes zijn allemaal gekoppeld aan elkaar. We hebben met Museum Klok en Peel in Asten hebben we de samenwerking gezocht. En daar is een werkgroep uit ontstaan. Werkgroepen van Jeannette en Rien Hartjes. Ondergetekende mocht daar namens Zomer aanschuiven. En Harry IJsbouts uit Asten. En daar hebben we heel goed mee samengewerkt. En ook op dezelfde manier. In Asten is dus een mooie monumentenfietstocht. Althans oorlogsmonumenten herinneringsfietstocht samengesteld. En wij hebben het bevrijdingsfietstocht Zomer genoemd. Een fietstocht langs allerlei memorabele monumenten en herinneringsobjecten in Zomeren. Want die zijn er genoeg? Ja, die zijn er een dertiental. Die hebben we ook in die fietstocht samengebracht en benoemd. En we hebben natuurlijk, het is een fietstocht die langs alle knooppunten loopt. Alleen al dat soort herinneringsmonumenten, die liggen niet exact langs de wegen en langs de knooppunten. Dus we hebben in ieder geval vanuit Zomeren hebben wij aangegeven, en dat heb ik dan verder ook zelf samen mogen stellen, aangegeven van zeg tegen de mensen en vertel aan de mensen hoe dat ze precies moeten fietsen. Dus linksaf, rechtsaf, daarna 300 meter vind je dit, daarna 200 meter vind je dat. Dus alles is bereikbaar. En dan vind je ook de zwerfkei. Berk Eentje Vaarshoever. Ja, bijvoorbeeld, mensen zullen het herkennen waar we hier ter plekke staan. De zwerfkei langs de Vaarse Hoefweg bijvoorbeeld. 11-12 augustus 1942 is hier een Wellington-vliegtuig neergestort met 5 jonge bemanningsleden. Deze zwerfkei herinnert hieraan.